staat een huis. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. Ja, ja, van je singela, singela, op sa, sa. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. Hey, hallo. Leuk dat jullie erbij zijn. Ik ben op bezoek met twee vrienden. Hey Dirk, heb je wat te eten bij je? Want we hebben heel veel trek. Eten? Hoezo? Jullie zijn toch beren? Jullie halen je eten toch uit de natuur? Jullie vangen vis, jullie eten besjes, jullie eten honing. Ja, maar Dirk, wij willen ook wel eens een keertje vakantie. We hebben zo hard gewerkt en we hebben vandaag helemaal geen zin om eten te zoeken. Oh. Jullie zijn vandaag luie beren. Nou, jullie mogen natuurlijk ook wel eens vakantie, hè? Ja, precies. Ik zal eens kijken wat ik in mijn rugzak bij me heb. Ik had toevallig een lunch meegenomen. Maar die kunnen we natuurlijk delen. Oh, lekker. Hey, weet je wat? Dan gaan jullie een broodje eten en dan ga ik er een liedje bij zingen. Weten jullie welk liedje ik bedoel? Ik zag twee... Ja, precies. Die gaan we doen. Yay! Ik zag twee peren broodjes smeren. Oh, dat was een wonder. Was een smeren konden. Hi, hi, hi. Ha, ha, ha. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Heb jij de vastknijpers gezien? En van zie. Ik zag twee slangen de was op hangen. Oh, dat was een wonder. Was een wonder boven wonder. Dat die slangen hangen konden. Hi, hi, hi. Ha, ha, ha. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Zoom, zoom. Bloem, bloem. Ik zag twee bijen auto rijden. Oh, dat was een wonder. Was een wonder boven wonder. Dat die bijen rijden konden. Hi, hi, hi. Ha, ha, ha. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Ik zag twee koeien bootje roeien. Oh, dat was een wonder. Was een wonder boven wonder dat die koeien roeien konden. Hi, 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 ha, ha, ha. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Giraffen samen blaffen. Ik zag twee kalkoenen samen zoenen. Ik zag twee vissen een penalty missen. En ik zag twee krokodillen samen gillen. En twee muggen samen kuchen. Hi, hi, ha, ha, ha. Ik stond erbij en ik keek ernaar.
dat was het dan weer. En ontzettend leuk dat je gekeken hebt. Als je het leuk vond, laat even een duimpje achter of een reactie. En ik zou het helemaal geweldig vinden als je zou abonneren op mijn YouTube-kanaal. Hier kun je op klikken en dan word je op de hoogte gehouden van alle nieuwe filmpjes die er binnenkort weer aankomen natuurlijk. Nou, ik vond het leuk. Tot ziens, hè. Tot de volgende keer. Dag!